السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. وبما ان ايام قليله فقط بقات تفصلنا على النزال الكبير واللي تنتظروا الجميع، فاكثر الاسئله اللي مطروحه هي: ما هو توقيت المواجهه بالضبط؟ ما هي القنوات الناقله؟ ثم اشياء اخرى غادي نتطرقوا ليها في هذا الفيديو. النزال غادي يتقام كما تعرف الجميع يوم 21 ديسمبر في ملعب خيلغيدوم ارينا بمدينه ارنيم، واللي تتسع لاكثر من 30 الف متفرج. بالنسبه للبث المباشر ومن بعد النجاح الكبير اللي حققت قناه زيكو الرقميه بنقلها للنزال السابق اللي جرى بمدينه اوبرهاوزن الالمانيه، وبعد المنافسه فازت مجموعه طالبه بحقوق البث. هذه المجموعه اللي تتملك قنوات كثيره ناطقه باللغه الهولنديه، ومنها قناه فيرونيكا المعروفه بالتغطيه الدائمه لاهم احداث كيك بوكسينغ، مؤخرا كل نزالات غلوري. لكن هذا الشيء ما تعنيش انها الناقل الوحيد للنزال، حيث تم الاتفاق مع عده محطات غير ناطقه باللغه الهولنديه من اجل شراء حقوق البث المباشر كبوكس تي في، فايت سبورت، وقنوات امريكيه اخرى، لكن كلهم قنوات مشفره ومدفوعه. تتبقى القناه الهولنديه فيرونيكا هي القناه المجانيه الوحيده لحد الان اللي اعلنت على نقل المواجهه، بالاضافه لاننا في هذه القناه سنضع روابط مباشره للمشاهده يوم النزال. اما بالنسبه للتوقيت فانطلاقه البث المباشر غادي تكون على الساعه 8 مساء باستوديو تحليلي اللي غادي يجمع بين المنشطه هيلينا هندريكس وتحليل كل من جمال بن صديق وريمي بونجاسك. وقبل النزال الرئيسي بين بدر هاري وريكو غادي تجري 6 نزالات اخرى، ضمنها نزال محمد جرايا ضد جلوندر، وايضا مواجهه زكريا زوغاري ضد الامريكي تينباو. وهذا تعني ان المواجهه الرئيسيه غادي تكون حوالي الساعه 11 مساء توقيت هولندا، واللي هو نفس توقيت المغرب. فبتوفيق الثلاثي المغربي يوم 21، شكرا على المتابعة، السلام عليكم. Is one of the biggest names in the sport, like forever. Next year, I swear, I will knock you the fuck out. I'll keep you on that one, baby. The most amazing sport in the world. It's better than UFC, it's better than boxing, it's better than all those other guys. Why should I go see what they do? Let's come, let them see what we do. Our sports is the best. Kickboxing is the number one fighting sports in the world. A few moments later. Kijk, weet je wat het is? We hebben een hele grote groep die aankomende wedstrijden heeft. Van Chimene 14 december. Ilias moet bij ons de titel verdedigen. Hayang, binnenkort wordt bevestigd dat Barak voor de titel staat tegen Pereira. Hamisha staat misschien 21 december. We hebben Bolaid Bellator. We hebben genoeg jongens staan. Weet je. Ik heb die Murat Aygun die staat tegen die Richters. Dus we hebben een hele drukke schema voor jongens. En that's it. Dat snap ik, maar je hebt wel heel veel tijd en energie in die jongen gestoken. Ja. Kijk, maar ja, wat is er gebeurd? Kijk, nogmaals, ja. Wat ik al zei, weet je. Het is in goed overleg gegaan, dat is goed belangrijk. Ja. Ik heb een soort... Je zijn nog steeds vrienden. We zijn nog steeds vrienden. Sorry dat ik je onderbreek, maar we hebben vorige week... Hij is wel terug bij mij. Wacht jij. Nee, maar het is vorige week. Vorige week hebben we het inderdaad uitgebreid over gehad. We zijn geëindigd in de show met het nieuws dat hij nog bij jou zat. En toen hadden we het erover van, ja, ik vind het knap dat jij dat doet, want je noemde het lijstje net op. Je hebt heel veel vechters op hoog niveau, ONE-FC, Bellator, Jemelle bij UFC. Toen vroegen we ons af, hoe doet hij dat? Maar stel je voor, inderdaad, Jemelle moet precies op dezelfde dag vechten. Hij vecht 14. Ja, maar nee, maar ja, er kan een moment komen dat Jemelle op dezelfde in Londen moet vechten en Badr in Nederland. Voor wie zou jij dan gekozen hebben? Hoe zou je dat, ja, hoe ga je ermee om? Natuurlijke dilemma's. Nou ja, kijk, weet je wat het is? Sommige partijen staan al ruim van tevoren vast, snap je? En ja, goed, Chimera stond al vast, haar datum. Nee, maar, ja, ik snap het. Ja, dat is op dezelfde dag. Ja, kijk, weet je wat het is? Ik ben wel iemand. Ik kijk wel verder in de zin van, ik werd nooit op één paard. Punt uit, snap je? Als een partij vaststaat voordat iemand kwam, ja, dan staat die partij als één. Punt uit. Nee, ik ga daar geen onderscheid in maken. Ja, 100%. Dat is dus wat zij wilde hebben. En dat is ook dus de reden waarom Badr bij mij is weggegaan. Hetzelfde probleem toen Badr bij mij terugkwam. Hij was een trainer. Fikri had een partij in Marokko voor de wereldtitel op Thaise regels live naar Thailand. Ik heb Badr getraind, we hebben goede afspraken. Zijn partij kwam later, zijn partij stond al vast. Op een gegeven moment hebben we echt hard doorgetraind. En uiteindelijk kreeg Badr een telefoontje.
die kon vechten tegen Leko in Japan. Steven Leko, met die draaitrap. Ik zeg, Badr, luister, Fikri vecht die datum. Jij kan, ik kan niet met jou mee, maar we gaan trainen tot de laatste moment. Hij zegt, geen probleem. We hebben echt getraind voor die partij, keihard. Echt om die draaitrap te ontlopen. Alles hebben we gedaan, tot de laatste dag. Badr gaat er naartoe, ik stuur hem met andere mensen. Ik ga met Fikri naar Marokko. Badr gaat daar naartoe. Hij maakt een toppartij met een draaitrap. Hij haalt hem eruit. Hij krijgt een contract. Ik heb hem nooit meer gezien. Dat is dus, ja, dat is dus het systeem. Dus daarom zeg ik, op het moment dat jij besluit met een ander te gaan, dan zie je hem niet meer. Want er komen andere mensen, die gaan praten. Die gaan zeggen, hey, heb je al laten zitten, man? Hij gaat voor die gekozen. Terwijl de partij al eerder vaststond. Of het nou van Germaine, of toen van Fikri, of waar dan ook. Dat is het systeem. Mensen maken de vechter gek. Dat hij gewoon, dat jij hem hebt laten zitten, maar je hebt hem niet laten zitten. Het stond al vast. Mij, daarom haal ik het eruit, ja, terug kijk, in het systeem. Kijk, wat voor mij belangrijk is, is dat ik correct ben naar iedereen. Snap je? Dat is belangrijk. Ik wil gewoon iedereen in de ogen aan kunnen kijken waar ze ook tegenkomen. Dat ik gewoon rechtvaardig ben geweest. Dat is gewoon het belangrijkste. En niet dat ik, kijk, weet je, een woord is woord. Als ik iemand een woord geef waar ik sta, dan sta ik er ook, snap je? Alleen op het moment dat ik denk van, ja, weet je, ik kies die boven die. Ja, dan weet je dat je de rest ook kwijtraakt. Punt uit. Die denken van, deze man is gewoon onbetrouwbaar. Maar die rekening moet je dus altijd houden met vechters. Kijk, ik heb heel veel grote vechters. Ik heb precies hetzelfde gedaan wat jij nu zegt. Ik heb altijd gezegd, oké, wie het eerst is, die gaat ervoor. Weet je, als hij zijn partij eerder staat, of het nou Badr of Pietje of Jantje, maakt me helemaal niet uit. Die gaat ervoor. Ik ga met hem mee, want zijn partij stond eerder. Maar op het moment dat je dat gaat doen, als trainer, dan moet je ook wel echt ballen voor hebben om dat te kunnen doen. Want de meesten die kiezen van, nee, want als ik met hem ga, dan loopt hij weg. Nou ja, dan loopt hij maar weg. Jammer, helaas. Maar het is niet anders. Kwaliteit. Nee, is ook zo. Alleen, kijk, voor dan de... voor de trainen. Ja, maar ja, goed, je moet dicht bij zelf blijven. Dat is gewoon belangrijk. Je moet gewoon dicht bij zelf blijven. En ik weet niet, de een verkiest, centen boven, weet ik veel, correctheid. Dus ja, het is maar waar je zelf voor staat, ja. Denk ik zelf. Toen hij bij jou binnenkwam met de vraag van, heel kort op de bocht, kan je mee trainen? Dacht je niet van, ja, het kan wel, maar ik heb nog andere 7-8 jongens. En we weten allemaal dat Badr een wijs veel aandacht nodig heeft. En dat Badr trainers sportschool laat dichtgooien, zodat hij alleen de aandacht krijgt. Ik heb het niet zo ervaren. Kijk, één ding, ik probeer altijd dingen gewoon te structureren, snap je? En naar mij weet verliep dat gewoon goed. Snap je? En kijk, hij woont in Marokko, traint ook in Marokko. Hij heeft een krachttrainer, hij heeft iemand met wie hij andere trainingen doet, in ieder geval conditioneel. En het was gewoon goed gestructureerd. Maar zo waar was traint het. Hij daar, in Marokko of hier? Nou, hij traint in Marokko en traint hier. Kijk, af en toe ga ik naar Marokko en dan af en toe komt hij naar Nederland. Zo hebben we dat gewoon afgestemd. Hey, denk je zo, is hij klaar voor Rico nu of niet? Hij is 100% klaar. Kijk, laat ik je zo zeggen. Dat hij ook gesport is, dat soort dingen. Ah, hij doet alles. Weet je, kijk, hij neemt deze partij. Kijk, hij is wel een mannetje die iedereen kan. Ik zou je één ding zeggen. Kijk, één, het is, hij neemt deze partij gewoon echt serieus. Dat zie je gewoon in alles wat hij doet. Van voeding tot trainen, et cetera. Ik weet je. En ik zou je zeggen, het is. Ik weet het niet, man. Het is zijn vecht. Ik ga je heel eerlijk zeggen, zijn vecht EQ. Hij pikt dingen echt heel snel op. Punt uit. Het is een jongen, wat moet ik zeggen, weet je. Qua kickboxend. Deze jongen snapt dit spelletje. Maar is, sowieso, zijn talent is sowieso uitzonderlijk. Want het ligt nooit aan, heeft nooit ook aan zijn talent gelegen. Het is meer zijn inzet. Maar wat ik me afvraag is, ja, hij heeft lang niet gevochten ook. Maar dat heeft die andere ook niet. Maar die andere is altijd door blijven trainen. En Badr niet. Ja, maar ik moet wel zeggen, Badr komt echt uit de jeugd. Om even terug te komen op het verhaal over die Surinaamse jongen. Ja, Biggie Boy. Ik heb hem meegemaakt. Hij belde mij op vanuit Suriname. Ik had toen Bolleid staan in China. Die jongen zou een viermans toernooi vechten met een Chinees, een Rus en Abena. Hij belde me, kan je me helpen? Ik zeg, goed. Hij vliegt vanuit Suriname. Ik zeg, heb je getraind? Hij zegt, ik heb een beetje getraind. Hij had een beetje, in ieder geval, volgens mij had hij vastgezeten. Hij heeft een beetje in de gevangenis getraind. Yes. Hij komt. Hey, hij slaat al die jongens neer. Hij wint het toernooi in China WLF. Snap je? En die jongen heeft al heel lang niet gevochten. Begrijp je dus? Ja, kijk, weet je, kijk, Badr heeft alle ingrediënten in ze, ja, snap je? En hij kan je één stoot en het is afgelopen. Alleen in wat ik zie in deze partij. كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة.
ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.